Het zal wel wat losmaken op een woensdagavond. En, ik ga in ieder geval verder met het aankondigen van de volgende gesprekken. Dusdanig is dat je echt denkt, hallo, is dit een voornaam of is dit een teken of is dit iets wat je bedoelt of iets wat beter luistert als je zachter praat? Hier voor jullie, Delling. Ja. Goedendag, mijn naam is eigenlijk Senaat, ik kom uit Oostenrijk. Ik woon sinds 14 maanden in Nederland. En ik heb hier een gedichtje voor jullie meegenomen over de grootste crimineel in dit land, en dat zijn huisbazen. En dit gedichtje heet Het Huisverbod. Tjigemoei! Stoppen met ogen en ongewassen haar. Ook al waardeer ik katten, mijn kater maakt het denken zwaar. De dromen zijn zoet en toch veel minder waard. Mijn bank voelt koud op de tafel van de bar. Licht gaat uit, tap op mijn schouder, tijd om te gaan. Tijd dat ik betaal, een poging is gefaald om op eigen voet te gaan staan. Schaamte komt op omdat de mensen je kennen. En ze zullen nooit eraan wennen om jou zonder kamp te zien. Er heerst vrede, maar je mist toch de rellen. Huisbazen die branden op een hoopje tabak van Vanelle. Maar daarvan moet je helaas afzien. Een wereld van pijn in je maag, ideeën in je hoofd waarvan je hart bepaalt dat je dat niet meer doen mag. De wet boven het gevoel boven je woede. Wij schetsen huizen in het zand die wij sinds maanden lopen te zoeken. Het bed waarop we slapen, het raam waaruit we kijken. Mijn thuis wordt zijn eigen heer en het glas breekt in 1000 scherven die mijn vingers opensnijden. Ik wil blijven, blijven leven, blijven leren en blijven geven. Blijven lopen, blijven vechten, blijven hopen. Als de definitie van thuis blijft veranderen, vind je voor iedere verhuizing een nieuw vlekje op je schoen. Spoortjes bruin, spoortjes groen en dan nog een boel krassen van lege flessen die je in je woede had getrapt, omdat je zinnetjes net als Kick the Habit veel te serieus nam.